Wel in tegendeel, en inderdaad, als je het over ervaring hebt, dan is het hij wel. Hoewel Van der Voort natuurlijk een talent is, dat is zeker. Het voordeel aan Put. Munoz is blijven liggen. Ito met zijn snelle benen. En een goede Onuwachu. En ernaast, dat laat hij toch zelden liggen. Paul Onuwachu. Radic krijgt logisch geel. In de voeten van de onvermijdelijke Sanusi. Holshouser, Sanusi. Oh, mooi gedaan. En nu nog de voorzet. Nee, zelf de trap. Van der Voort moet toch de hoek in. Nog even aangeraakt, denk ik, zelfs door McKenzie. Goeie bal, Sanusi. Holshouser heeft een schietkans. En een geweldige knal. De bovenkant van de lat. Na een inworp. Goed weggedraaid van wie anders dan Sanusi. En dan de trap van Holshouser op de lat. Hij had ons gesprek gehoord, denk ik, Peter, dat het nog eens tijd werd om een goal te maken. Ja, dat is dichtbij. Een echte dan, want vorige week dus een strafschop. Bonkoda, afgeblokt door Sanusi. Heine, dat is een mooie beweging. En geen onaardig schot, Van Amel bijna verrast. En nog Onuwachu, nog McKenzie kunnen ervan profiteren. Ja, goede beweging, Bongonda. Vier mensen van Genk die nu rennen. Rechts komt ook nog Munoz mee. Bongonda wil het zelf doen en Van Hamel zet er zijn handen tegen. Voor het overige alles of niets. Suzuki ineens en Holshouser niet erin. McKenzie zat daar in de weg. Kans voor Beerschot. Goeie bal, oh, geweldige goal van Jan van den Berg. Prachtige goal na 20 minuten. Een heerlijke trap van op grote afstand. Ja, van den Berg met een prachtige pegel. Een vallende bal. Holshouser is het dan toch prijs. 0-1 voor Beerschot. Nou, bij die kans verkijkt Lukumi zich erop door zijn benen. Suzuki wilde zelf niet trappen. Wilde Holshouser de goal aanbieden. En dan legt Sanusi hem terug en doet Van den Berg dit. Once in a lifetime. Even een schouderduw, we kijken naar Ito, knal op de vuisten van Van Hamel. Ito, en nu over het hoofd van Onuwachu. Genk dringt aan. Heine de corner. Onuwachu tegen de lat. Het wil ook niet lukken voor Racing Genk. Het wil ook niet lukken. Nieuwe voorzet. Van Hamel nu wel geklopt. Nee, dat is absoluut pech, want een goede kopslag. Schitterende detailte. Mooie hoekschop van Heine. Allemaal niks mis mee. Perfect eigenlijk. Ja. Maar pech dat de bal op de lat in elkaar spat. Nee, de reeks wordt lang van kansen. Die wil een beetje toveren. En dan Lukumi afhouden. En nu Bourdain. Een schietkans. Afgeblokt. Een appel voor handspel. Maar Munoz valt neer. Put nu bekijkt die wij daarnet ook hebben gekregen. Ja, het is toch tegen de arm, denk ik. Denk het ook. Het is toch tegen de arm. En dan is het strafschop. De knal van Bourdain. Ja, het is toch tegen de arm. Het is een penalty. Maar Bert Put loopt het veld in. Maakt het teken en zegt dat het strafschop is. Op 10 minuten van het einde. Penalty voor Beerschot. Van den Brom baalt. Handspel van Munoz. Van der Voort huppelt over en weer op de lijn. Holshouser komt en met een soort panenka legt hij hem voorbij. Van der Voort de verkeerde kant uitgestuurd. Zesde plaats. Koelbloedig, maar zo kennen we hem natuurlijk. En een tikkeltje nonchalant. Ooien. Arteaga. En de volley. Oh, geweldige goal is dat. Dat is ook een mooie. Rusovski. Wat een geweldige volley. Dan krijgen we nog een paar spannende minuten nu. Ja, dit is echt 18 karaats. Deze volley van Rusovski. Het is nog straffer dan Van den Berg misschien. Allee, allebei gedeelde eerste plaats. Ja, inderdaad. Daar komt hij. Nee, dat is naar zijn collega. En het laatste fluitsignaal. Beerschot wint hier in Genk met 1-2. En hijst zich zo weer in de koers om de top 4.